Hoi, goedemorgen. Ik ben nu met Sarah. En het is nu 19:30. En dan gaan we meteen naar Harlingen toe. En dan gaan we met de boot naar Vlieland. En ik heb er zoveel zin in, dus laten we. Hoe lang zijn we hier dan moeten lopen? We gaan zo snel. Ramona heeft 3 euro. Ik ga nu naar het toiletgebouw. Douche ding, dan ga ik even omkleden en doen we even onze bikini en zo aan. En onze mobiel opladen. Want daar heb je zeg maar zo'n stopcontact en in dat huisje heb je geen stopcontact. Ja, we moeten natuurlijk wel overleven hier. En dan gaan we zwemmen! We lopen nu terug naar het huisje. We hebben net de bikini aangedaan en zwemkleren. En we gaan zo meteen zwemmen in de zee. Ja, dus ja. Sarah die zei zojuist tegen mij, wat zou ik er zijn? Kamperen, jij gaat niet samen. Dus ik kan niet echt goed kamperen of zo. Want ik wil heet uit gewoon even tanden poetsen of mijn mond spoelen of iets. Maar dat kan dus niet. Dus moet ik daar weer in lopen. En plassen kan ook niet. Maar ja, dat heet kamperen blijkbaar. Maar we gaan nu een ijsje halen. En daar heb ik het lopen wel voor over, jongens. Dus yes. Toen had ik een ijsje. Ik heb deze Calippo. En het is een soort van bubblegum. En Sarah split. Ik dacht dat je een foto maakt. Oh, je zei, jij maakt veel foto's. Ja. Ik bedoel, ik ga weer vloggen. Ja, ik dacht dat je foto's. Nee, maar kijk, als je hier zo de heuvel op gaat, dan ben je bij het strand. Maar we gaan eens even naar de café hiernaast en dan ga ik even naar de wc. En daarna gaan we naar het strand. Wat we al de hele tijd zeggen, bij elke filmpje die ik maak, zeg ik dat we zo naar het strand gaan, maar dat gaan we. We zijn eindelijk op het strand. En we hebben een paar foto's gemaakt voor het water en voor de duin hier en zo. En ik ga nu zwemmen. Ik weet of Sarah gaat zwemmen, maar ik ga zoveel wel zwemmen. Hoi, we eten rond 7 uur of zo. We gaan zo eten, maar ik heb net gedoucht. We zijn ook even naar het dorpje geweest. Het hebben wat ijs gegeten en het was gekocht en gewoon winkeltjes gaan kijken. En daarna zijn we weer even naar het strand geweest, maar kon ik allemaal eens vloggen omdat mijn mobiel leeg is. En eigenlijk kan het alleen hier je mobiel opladen. In de wc en een douchevakje en zo. Dus alleen als we bij de douche komen, dan kunnen we wel even een mobiel opladen. Dus daarom vlog ik zo weinig. Maar. En we gaan. Ik heb nu een beetje opgeladen. Hij is nu 53%. Dus ga ermee door. En we gaan meteen bij zo'n café. Hier gaan we eten. Dus ja. Ik heb nu nog even mijn dingen kleren aan. Maar ik ga zo meteen even een lange broek aan doen en zo. Dus. We zijn net even in dat wc wel keer geweest om haar te doen, make-up. En ik heb nu even andere kleren aan, shirt van Sarah. Hoi. En we gaan nu meteen naar dat café? Ja, denk ik wel. Nou, we gaan dus nu naar dat café. En mijn mobiel is 70%! Ja, beter. Maar ik ga vanavond denk ik weer even laden, want het is echt erg dit. Nou ja. Hallo, we hebben net gegeten. We hebben daar een ijs gehaald en ik heb nu even trui gedaan, want het begint vet koud te worden. En zo, Sarah ook. En een jasje overheen. En ja, we gaan nu naar de wc toe. Sarah meteen naar de wc. Vet leuk. En daarna gaan we gewoon om nu rond 10:00, 9:30, 9:45. I don't know. Dan gaan we nog even over deze camping en zo. Ja. Het is nu 10:45. We gaan nu weer douchen. En omdat wij zeg maar een beetje koud hebben en zo. En dan gaan we chips eten. En Sarah tekenen naar de wc. En we gaan dus nu weer douchen, maar we gaan ons de beurten, want daar kan je alleen je telefoon opladen. En dan zijn we bang dat die wordt gestolen. Zeg maar ja, Sarah. Ja, Anne. Anne? Kijk, Anne. Anne? Shout-out naar Anne. Gewoon even shout-out naar mezelf. Wow, het is donker. Wow, die man gaat naar de vrouwen. Die man gaat naar de vrouw. Wat de hel? We zijn klaar met douchen en we gaan zo weer 2 uur per douche. Echt ongemakkelijk dit, want hier zijn altijd allemaal van die
Ik vind dat wel grappig om te zien hoe iedereen doet het anders met tandenpoetsen. En... nee, het is toch zo. Iedereen maakt zijn vet anders klaar voor de nacht of zo. Het klinkt misschien raar, maar ja, het is wel grappig om te zien. Het is raar, want het leek net of je in de spiegel was. Oh, stiekem. Maar we gaan nu weer terug naar het huisje. En ja, we zijn net hier heel lang omdat wij een filmpje willen opladen. En dat ik wel ook wil vloggen, dan gaat het niet echt samen met alles. Wij mooi weglopen, vergeet ik mijn spray en mijn borstel. Lekker handig met die. Best wel lekker bezig vandaag. Hebben Sarah op een thuisje en we hebben een hele mooie. Nou, we zien dit als we thuis komen. Sarah thee, ik limonade. Oh, ook echt even vuur. Dubbel date. Wat schattig. En Doritos. Dus wij gaan lekker vreten. Mooi heet zijn en pittig. Hebben we nu troepjes en wat met water maar. Ja, lekker lekker. We gaan nu weer naar het hokje toe, tanden poetsen en weer mijn mobiel opladen. Gewoon allebei helpen, dacht ik. Wat zeg je allemaal? Ja, tuurlijk. Jij ja, wat fuck. Nou, we gaan dus nu weer naar dat hokje toe. Zou dat denk je niet mijn mensen zijn? Ja. Ja? Nou, zitten net waren al die oma's al geweest. Ja, het zit om de Het is nu morgen, 10:30. Het is nu iets vieser dan gisteren, maar het is wel lekker. En we gaan nu weer naar die hokding om onze telefoon weer op te laden en ons haar te doen. En... you know! Oké. En we weten nog niet wat we vandaag gaan doen, maar dat zullen we nog even zien. Dus ja. We zijn nu hier, we hebben net ons telefoon geladen. En we wilden hier laten liggen, omdat we dan even broodje konden eten en daarna weer ophalen, maar dat durven we niet. Maar dus, we gaan even broodje eten en daarna gaan we waarschijnlijk weer even ophalen, want we willen hem even 100, dus. We gaan nu weer naar de winkel, gaan we een broodje en daarna gaan we fietsen huren. Sarah en ik gaan op het tandem, wat die er nog is. En dan gaan we op het tandem fietsen. Dus, wij lopen nu naar het broodjesding toe en daarna gaan we naar het dorpje en dan gaan we fietsen huren. Hé, hey, zit op het tandem! We hebben een hele harde tegenwind, dus ik weet niet of je ons hoort. Maar het is wel leuk. En maar het is heel harde tegenwind. We hebben net een donut gekregen van de moeder van Sarah. En lekker lekker. Jee, daar gaan wij. Waar? Chocolademelk. Gaan we daar drinken. Dus wij zijn net terug van het fietsen. Het was super leuk. Alleen het was echt... Heenweg was heel erg tegenwind. Terugweg was het vet lekker. Zeg maar gewoon wel de wind mee. En toen gingen we op die duinen, maar om op die duin te fietsen. Dit, ja, we waren gewoon helemaal aan het zweten. Dus nu gaan we zo meteen even douchen. Dus. Nou, credits toe deze hele coole tandem, hè Sarah? Ja. We gaan zo douchen. Zullen we even alvast de spullen en zo pakken? Ja, ik ga zo douchen. Ik ook. Oké. Ik heb mijn tas ook al ingepakt, dacht ik. Nee. Ik ben nog een beetje spullen aan het inpakken voor zo meteen, want om 5:00 gaat mijn boot. Dus, oh, ik had 5 zo natuurlijk ook al even fietsen. En we gaan even de spullen pakken voor het douchen, want ik heb echt zin om te douchen. Echt zweten iets nu. Dus, niet normaal. Ik red dus toen mijn bed, die bovenste. Lekker netjes. Oké. We zijn in het hokje en we hebben onze mobiel meteen aan de salade. Echt erg. Jullie zijn alleen bezig met een salade. Maar ik ga nu douchen. Dus tot zo. We zijn klaar met douchen. En het is ook gewoon gelukt, hè? Mobiel hier laten liggen. Het is niet gestolen. Ons kind leeft nog. Yeah. Sarah is heel erg. Jezus. Fucking dan, waar zit ook net op een douchebordel al? Ja, ik word het vet raar hier op de film. Maar dat doen ze allemaal, dat is een beetje reuze anders. We hebben net gedoucht en we gaan nu op de tandem. We zitten nu op de tandem. Ja, Sarah? Hallo? Oh my god, dit is heel eng. Arme telefoon. Nou, we gaan nu naar de winkel weer. Want ik wil even eten halen. Moet inslaan. Ja, want ik ga zo met de boot, maar ja, ik hou gewoon een blikje kolen aan en donut ofzo. Jongen, je rijdt bijna de bosjes in. Ik rijd bijna de bosjes in. De winkel is gesloten. Dus we moeten weer terug.
Nou, het is nu 4:23 en ik ga zo meteen naar de boot. Alleen ik wacht nog even op de moeder van Sarah en haar zus, want haar zus is net aangekomen en die komt zo hier. Maar de moeder van Sarah, die zou dus mij... Hoe komt Malou hier dan? Lopend. Nee, fuck, weet niet. Dan, daarom duurt het zo lang, denk ik. Oh ja, nou ja, we moeten wel wachten. Dus ja. Nou ja, die moeder van Sarah die doet dus mijn tas achter op haar fiets. Want als je op de tandem gaat, een beetje moeilijk. Maar ze zijn dus er niet, want ze moeten hierheen lopen. En het is best wel lang lopen, dus... Rondjes van jezelf en mij nu. Waarom ben ik de persoon die jij onderling nu? Ik durf mijn jas aan, alvast. Ja. Waar, oh, die hangt mijn jas op. Ik kan je niet laten gaan.